shit, but a different day. Crap job, tell me when it's over. $5 is all that I got on me. I just wanna leave this town, running out of places to go. This road might lead to something better. Feel stuck. Daan, jij doet een opleiding in sport. Ja. Je bent muzikant. Waar ligt je toekomst? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk heb ik vanaf kleins af aan al gezegd dat ik iets in de sport wil doen. Dat heb ik altijd superleuk gevonden al. En toen kwam de muziek kwam erbij. En toen, voor mij is het meer van, ik werk gewoon voor de muziek op het moment. En ik zie hoe ver het loopt. En als dat uiteindelijk ergens stopt, dan wil ik graag iets in de sport gaan doen. Dus ik heb het eigenlijk meer als een backup achter de muziek, zeg maar, de sportopleiding. En je gaat die opleiding wel afmaken? Zeker, ja. Ik heb er heel veel plezier aan. Waarom is dat zo belangrijk voor je? Ik heb altijd al sport superleuk gevonden. Ik ben zelf heel erg van het sporten. Ook gewoon tennis heb ik gedaan. Ik doe nu voetbal. Fitness heb ik een tijdje gedaan. Dus ik heb zelf ook aardig wat sporten al wel gedaan. En ik vind het gewoon echt leuk om te bewegen en te sporten. Dus daarom ben ik ook naar die school gegaan. Owen, wat komt er allemaal bij je nieuwe leven kijken? Bij mijn nieuwe leven kijken? Sowieso heel veel plannen. Dat heb ik eerst nooit hoeven te doen. Dus het is nu echt allemaal van tevoren bedenken wat je gaat doen. En vooral met school. Hoe ga je dit inplannen? Wanneer ga je huiswerk maken? Wanneer ga je leren? En buiten dat heb je dan ook nog optredens. En je moet heel actief zijn op social media. Dus er zijn wel heel veel dingen die bij mijn nieuwe leven komen kijken. En als jij kijkt naar je toekomst, word je dan muzikant of heb je een ander plan? Ik zou wel heel veel richtingen op. Ik kan heel veel richtingen op, laat ik het zo zeggen. Maar ik word toch wel het liefst muzikant. Want dat is wel echt iets waar ik van jongs af aan eigenlijk al van droom. En dat vind ik eigenlijk ook leuks om te doen. Mensen amuseren, muziek maken, zingen. Dus dat is wel echt iets wat ik wil doen. Maar ik studeer nu rechten, dus ik kan ook een beetje de juridische kant op. Wat ik hierna eigenlijk misschien wel wil gaan doen zijn muziekrechten. Dan zit ik toch wel een beetje in het muzikale gedeelte. Dus nee, ik kan heel veel richtingen op en ik kijk eigenlijk wel waar ik beland. Oké, Rijn, wat doe jij buiten het zingen nog meer? Ik ga natuurlijk naar school. Ik zit nu in HAVO 5. Ik ben nu ook bezig met acteren. Want dat was altijd al iets wat ik wel heel leuk vond om te doen. Dus ik ga daar nou ook een beetje mezelf in proberen te ontwikkelen. En daarnaast speel ik ook nog hockey. En als je naar je toekomst kijkt, ben je dan acteur of zanger? Zingende acteur. Nee, ik weet niet. Ik zie wel hoe het loopt. En het gaat nou heel goed met Main Street. En ja, dat proberen we natuurlijk zo lang mogelijk aan te houden zo. Weet je, van acteren zie ik wel hoe het loopt. En ik hoop natuurlijk dat ik daar misschien later mijn geld mee kan gaan verdienen. Maar is daar ook een opleiding voor? Ik bedoel, je zit nou in HAVO 5. Ga je dan echt naar de toneelschool? Niet de toneelschool. Het is een speciale opleiding voor filmacteurs. En dan kan je op een gegeven moment kiezen of je ook regisseur die weg in gaat slaan. En daarnaast ook nog filmacteur of alleen filmacteur. Dat, tegen die tijd zie ik wel van wat ik dan wil doen. Maar dat is dus in Utrecht en dat lijkt me wel leuk. Maar het is duidelijk, jouw toekomst ligt dus in ieder geval in deze sector. Ja, in de showbiz, ja. 100%? Ja, dat is wel wat ik het liefste doe, ja. En voordat je nou bij Main Street kwam, wat was toen je toekomstdroom? Hetzelfde. Nooit brandweerman willen worden? Ik kan me voorstellen dat je leven er anders uitziet. Kan je een voorbeeld geven van hoe dat er anders is dan voor die tijd? Ik was altijd wel met muziek bezig. Maar niet in de zin van dat ik echt dat het echt het hoofdding was. Het is echt wel dat ik nu elke dag met muziek bezig ben. Omdat het iets is wat ik... Het is in die zin bijna mijn werk geworden. In plaats van alleen dat ik het thuis speel als een hobby. En ik ben het ook steeds meer naar de loop van de tijd zo gaan zien. En nog steeds, en het is meer gewoon dat je vindt het wel heel erg leuk om te doen. Ik vind dat het leukste om te doen. En dat is juist mooi dat je dat
In die zin zo van beide kanten kan zien als werk en als hobby eigenlijk.